Vorig jaar word je Nederlands Graffelkampioen. Kan je mij, mij eens meenemen naar, naar dat moment dat je kampioen werd? Hoe, hoe, hoe start jouw dag? Hoe, had je er vertrouwen in? Ja, ik had echt wel uh, ja, ik had goed voorbereid en uh, ook wel een doel van gemaakt. Ook mede omdat het uh, jaar daarvoor uh, was ik dan tweede en met, ja, met mindere voorbereiding. Dus nu dacht ik wel echt van oké, okay, ik ga me daar ook op focussen richting het einde van het seizoen. Uh, ik, en hoe heb je dat gedaan dan? Ja, door, normaal is het. Uh, heb je vaak zit je dan al tegen je rust aan en is het een beetje aankloten om het zo ja. maar te zeggen. En nu heb ik echt wel gewoon doorgetraind en uh, ja, gewoon straks schema blijven ja. volgen. En heb je dan echt specifieke blokken gedaan of specifieke uh, techniek of uh, ja, net, uh, ja, je traint wel wat specifieker door wat, uh, uh, ja, wat meer intervallen in te bouwen. En normaal richting het einde van het seizoen is dat misschien iets minder. Ja. Uh, dus wel door iets uh, intensiever te blijven, blijven te trainen. En op die manier had ik wel vertrouwen in dat, het, uh, ja, dat de vorm in ieder geval goed was. En nu was het nog uh, geen pech krijgen, want uh, ja, dat kan je wedstrijd ook bepalen. Um, dus ja, ik ging met vertrouwen naar Limburg, uh, het was best warm, het was 30 graden dus uh, dat was ook nog wel een dingetje, uh, maar samen met mijn vader die was dan mijn uh, verzorger en mechanieker ja. en uh, ja. alles. De man uh, van alles in, alles, een. alles in één. Alles in één, dus uh, ja, bidon is koud en uh, we hadden alles al goed geregeld, uh, dus we gingen van start en ik was gelijk, uh, ik dacht gelijk ja, ik wil wel een zware koers maken ja. want het peloton was best wel groot. Ja. Uh, dus... hoe, hoeveel kilometer was het NK? Oeh, uh, hoe lang was het? Uh, volgens mij 120 uit mijn hoofd. Volgens mij hadden ze nog met één ronde ingekort door ja. de hitte. Um, dus uit, uit mijn hoofd was het 120. Um, dus het was best wel een lange koers. En ook door de hitte. Ja, ja. De snelheden liggen wat lager. Dus je voelt wat meer last van de hitte ook. Ja. Um, dus op die manier was het best wel een zware koers. En het was ook uh, wel een open koers. Ja, er werden steeds groepjes uh, reden weg. Maar uiteindelijk bleef er nog een groep van, uh, van zo'n 20 man over. Ja. En In de ene uh, voorlaatste ronde, uh, op die, ja, er was een steilere klim, twee kilometer voor de finish, uh, ja, ik kreeg een beetje last van krampen, dus ik ja. moest op een limiet rijden dat ik ja. wel uh, door kon rijden, maar niet stil viel, zeg maar. Dus daardoor kwam ik iets achter de groep te liggen, uh, maar ik raakte niet echt in paniek. Ja. Ik voelde, ja, ik had wel een goede dag. Dus uh, rustig teruggereden eigenlijk in die ronde, want die ronde was best lang. Um, en met nog 10, 15 kilometer te gaan, kwam ik weer terug en was precies een hupje omlaag en omhoog. Ja. Dus uh, met snelheid klapte ik eigenlijk boven de groep en uh, ik zag de groep twijfelen. Ja. en dacht ik dacht, ja, nu moet ik gewoon Doorrijden, ma ja. maximaal gaan rijden, zeg maar. Ja. Uh, nou ja, tot aan die klim uh, reed ik alleen en toen kwam Thijs Sonneveld en... Uh, nog een rennen aansluiten. Ja. En uh, toen werd het uiteindelijk... Uh, Begon beslis. je toen te twijfelen dat je daarvan... Uh... Nee, ik dacht wel, ik moet gewoon tot aan boven op die klim uh, zorgen dat ze niet aanvallen. Uh, ja. Omdat ik dan niet direct zal kunnen reageren. Heb je toen zelf tempo gemaakt? Ja, ik heb gewoon uh, mijn maximale tempo uh, ja, naar boven gereden. En precies bovenaan sloten ze aan. En uh, ja, hun plafonnerden ook een beetje, ja. omdat ze het gat op mij dicht hadden gereden. Ja. Dus eigenlijk uh, was dat wel een goed scenario voor mij nog. Um, dus toen werd het een sprint en uh, eigenlijk gewoon met vertrouwen dacht oh, ik, ik uh, kan deze mensen yeah. wel kloppen. En het was een, uh, een fietspad met twee rijen, zeg maar, of een yeah. zandpad met twee uh, loopvlakken. En uh, uh, ja, je had een bocht naar rechts wat iets uh, schuin omhoog ging. Dus als je daar als eerste doorging, uh, ja, was je zo goed als binnen. Yeah. Dus ja, 100 meter of 200 meter ervoor ging ik aan en toen was ik als eerste daardoor en toen was het eigenlijk, uh, was het eigenlijk binnen.